Dit is het Omroep Tilburg nieuws van donderdag 29 maart 2018. Met vandaag strengere handhaving Stadsbos 013. Leegstand op station Tilburg. Het is de tweede keer dat er een doodgebeten ree in Tilburg gevonden is, waardoor het noodzakelijk is voor de politie om strengere maatregelen te nemen. De politie plaatste een foto op hun Facebookpagina als waarschuwing voor baasjes die hun hond laten loslopen. Op de plekken waar dit niet mag, worden nu boetes uitgedeeld. Ja, we zijn hier in de gemeentebos rondom de Gielse baan achter de Plaak in Tilburg. We staan nu hier aan de pompstationweg. En in 10 dagen tijd zijn hier 2 reeën doodgebeten. De eerste is helemaal verscheurd. En die is afgemaakt door de boswachter. En de tweede gisteren is doodgebeten. In dit gebied leven veel verschillende wilde dieren. Om deze te beschermen zijn er duidelijke regels. Ja, hier loopt eigenlijk iedereen met zijn hond los. En in dit natuurgebied mag dat niet. Overal aan de paden staan bordjes met toegangsvoorwaarden. Je mag hier niet met een crossmotor komen. Je mag hier niet met een drone vliegen. Je mag de natuur niet verstoren. Je mag ook niet met loslopende honden hier lopen. De regels zijn er voor elke hond, klein of groot. De boete bedraagt €104. En dat is dat je niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden van het natuurgebied. Nou, de afgelopen weken hebben we gewaarschuwd. Dus iedereen gewaarschuwd van nou, je hond moet aan de lijn. Dat heeft niet geholpen, want gisteren is het weer een ree doodgebeten. En vanaf nu zullen iedereen bekeuren met een loslopende hond. De politie zal strenger controleren op eigenaren die zich niet aan de regels houden. Sowieso, de milieuagenten nemen de natuurgebieden mee. Voornamelijk zijn we actief in Gorp en Roovoet en de Rechte Heide in de gemeente Goorle. Maar als we naartoe gaan, rijden we gewoon via deze weg. En als we hier iets constateren, krijg je een bekeuring. Als je hier komt, staan overal bordjes met de regels. Als je er overheen kijkt, is het echt je eigen schuld. Want bijna elke ingang van het bos, bij elk wandelpad staat zo'n bordje. Op station Tilburg staan er momenteel 5 winkelunits leeg, wat 1/3 van het gehele aanbod is. 3 van de 5 units hebben potentiële huurders, maar de overige 2 nog niet. D66 vindt het heel jammer dat er zoveel lege ruimtes zijn op het station en heeft het probleem bij het college voorgelegd. D66 hoopt dat de ruimtes tijdelijk gebruikt kunnen worden voor exposities of andere maatschappelijke initiatieven en dat het college zich daarvoor in wil zetten. Burgerparticipatie in Tilburg gaat alsmaar beter. Afgelopen maandag meldde de politie dat er 2 kindjes vermist waren in Tilburg. Nog een half uur later waren de kindjes weer veilig thuis. Met behulp van sociale media, de Burgernet-app en vooral WhatsApp worden burgers op de hoogte gehouden van vermissingen of verdachte situaties. Dat is eigenlijk heel belangrijk. De burgers zijn eigenlijk onze ogen en oren in de wijk. En je hebt heel veel burgers in de wijk wonen. Die kennen de wijk, die weten wie er wel of niet thuis hoort. Dus er zit zoveel informatie op straat. Hoe meer burgers die wij kunnen krijgen, zeg maar, hoe liever dat we het hebben. En het is gewoon de kracht van de wijk is de wijkbewoner. Wij hebben dan onze burgerparticipatie, met name de buurtpreventie. En ja, die kunnen wij niet meer missen. Er zijn een stuk meer mensen in de wijk dan dat er politieagenten zijn. Dat mensen actief meehelpen is heel handig voor de politie. Het voordeel is dat je eigenlijk in een hele korte tijd heel veel bereik hebt. Laatst hadden wij een vermissing van een minderjarige. Nou, er wordt ook een appje weggestuurd. Binnen een half uur is hij gevonden bij ons in de racehof. Nadelen, ik ken ze niet. Ik zal niet weten wat de nadeel is. Sommige Tilburgers zijn heel actief en helpen waar ze kunnen. In de racehof bestaat het buurtpreventiesteam uit maar liefst 160 man. Maar de grens van politieagent en iemand van de buurtpreventie moet wel duidelijk blijven. Wat wij eigenlijk vragen van de burger is vooral te signaleren. Het zijn geen politieagenten, ze hoeven niet op te treden. Maar ze kunnen wel signaleren en ze kunnen ook op contact leggen met de hangjeugd. Daarvoor hebben ze ook allemaal een training gekregen. Elke mens van de buurtpreventie krijgt ook een opleiding. En je weet dus ook om moeten gaan met jongeren. Als je lid wil worden bij de buurtpreventie, dan krijg je een training vanuit de gemeente georganiseerd. En dan krijg je een dag een training waar je leert wat de mogelijkheden zijn, wat je bevoegdheden zijn en waar je op moet letten. Maar er zijn geen politieagenten en ze moeten op afstand blijven. En als het echt spannend wordt, dan bellen ze ons. Tot slot nog het weer. Vanavond zou het gaan regenen. Morgen wordt het wat zonniger met temperaturen van 10 tot 13 graden. Later op de dag zal het weer gaan regenen. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van donderdag 29 maart 2018. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.